Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Timmy de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En het is al fucking 20 na 2. Ik ben pas wakker. Ik ben nu ook bezig met bedmotions. En subit. Ik kan nu nog koffie zetten. Ik heb koffie nodig. I need coffee. Dan gaan we maar eens koffie zetten. Dan gaan we zelfs ook nog de Q&A al opnemen. De Trivial Pursuit vragen en eens beantwoorden. Eén keer spoelen. Dat is zo lang moet duren. Dat staat er. En dan maar eens wachten tot het water weg is. Ja. En nu vullen. Ah ja, ik moet ook nog zeker een nieuwe vuilzak nemen. Ja, dat ook nog eens. Oké, dan doen we dat. Hè. Ik zie jullie allemaal samen terug, want ik ga even verzorgen voor mij. Ik heb wat aangedaan nu. Koffie is door aan het lopen. Toppie. En nu ga ik dus achter mijn computer terugkruipen om de vlog nog in elkaar te steken. Jawel, echt waar. Misschien GTA. Beste mensen. Jullie zeggen wel van gamen. Maar mijn computer kan dat wel niet allemaal aan. Natuurlijk, GTA gaat niet. GTA trekt mijn PC het niet. Voilà, dan weten ze dat ook. Dus wow, blijkbaar dat ik GTA ging spelen, maar ik kan totaal hier geen GTA op mijn computer spelen. Dat geef ik eerlijk toe, omwille van dat die te oud is. Maar nu ga ik alles in orde maken voor de Q&A al kunnen op te nemen. Tot straks. Ik heb nog wat oude vragen en antwoorden op mijn website gezet. www.psychotv.be Maar ja, in de chat wordt het weer al niet goed onthaald. Dankjewel daarvoor. Ik zit er al redelijk wat moeite in. En redelijk wat tijd in. Nog niet alle vragen staan online. Dat gaat binnenkort nog gebeuren. Stel ik ze van, dan komen ze allemaal terug online. Ook die ik vroeger in mijn vlogs allemaal heb gesteld, die komen dan ook wel ja, online bij deze. Ik moet ook nog een afspraak maken bij de dokter, juist. Ik moet het nog, met een paar e-mailtjes doen, moet ik ook nog doen. Maar nu ga ik eerst richting mijn schat. Die wil ik ook nog wel eens vandaag zien, dus... En ik ben zo moe als iets al, hè. Mensen, ik ben al echt al zo moe als iets. En dan vragen ze nog om te gamen vandaag op de chat. Ik heb geslapen tot 2:50. Dat is ook redelijk laat. En nu krijg je dus niet alles rond. Dat is het probleem. Die zat er bijna tegen. Ik moet even Bluetooth nog even afzetten. Bluetooth disconnected. Voilà. Bij deze is hier disconnect. Voilà, ik ben aan het draaien. Ik hoop dat jullie de Q&A ook al leuk hebben gevonden. Sorry dat de vlog redelijk lang aan het worden is. Dus... En dan moet ik ook nog... Gamen ook nog met mijn fans. Dat gaat ook gebeuren. Ik ga proberen om al van de vermoeidheid slaat nu al toe. Dus. Oké, bij deze.
Ik ga nu verder concentreren op de baan en dat ik dus richting Bejaken kan gaan. Dan kan ik verder ook luisteren naar stuk 2. Yo. Hallo allemaal en welkom nu eens op een Q&A. Er is redelijk wat gezegd in de Q&A channel op Discord. Ik ben mijn streek van de vorige keer terug aan het zoeken, die heb ik nu gevonden. Dan Jonas de Doper. Wat lijkt u een mooie datum om u te laten dopen? Ik wil me niet laten dopen. Dank u. Olly, mogen er al terug moeilijke vragen gesteld worden? Dan heb ik daarop geantwoord, ja. En dan Stijn. Wat heeft Mike H. met de prijs gekocht? Ja, die heeft nog altijd niks laten weten. Patrick Ochunsoto. Is het mogelijk om eens een balletje te trappen met jou? Dat is zeker mogelijk na de coronatijden. Want we mogen nog niet te veel lichamelijke contacten leggen en we moeten ook onze bubbel respecteren. Van de COVID-19, hè? Oké. Okay. Dan lachende kijken, Exo. Naar welk adres kunnen we een fanmail sturen? Daar heb ik u voor gepm'd. Dan Kiever, heb jij nog vaak last van uw webflash? Ja. Dan BRNT, wanneer ga je op de ideeënbus reageren? Daar kan ik zelfs ook nog even op reageren van, oh, dat is een goed idee misschien. Nee, daar kan ik niet op reageren, omwille van, het moet op YouTube een klein beetje privé blijven. Want ze kunnen andere mensen met mijn ideeën gaan lopen, of wel met jouw ideeën gaan lopen, bij deze. Boef, zei de Pins, denk dat het zoals een Q&A gaat zijn, een aparte video. Nee, ja, er gaan wel aparte video's van hem gemaakt worden, dat weer al wel. Maar, dat is wel goed. Waar staat de ideeënbus? En dan Berend die ideeënbus. En dan Plafus. Zou het mogelijk zijn een steunkanaal te maken voor mijn Russische co-piloot die na ons auto-ongeval in coma is vergezeild? Nee, verzeild. Geraakt. Zoals met uw kameraad die zijn job had verloren, om hem dus sterkte aan te wensen. Zijn naam is Ila Pidov. Ik ga eerlijk zijn, ik ga dit ga ik dus nooit meer doen, zo aparte kanalen aan maken voor steunbetuigingen. Dat doe ik dus niet meer bij deze. Dan weer op Patrick. Hoeveel verdienen werken BWL? En dan ga ik daar, ik ga daar niet op in, omwille van te lonen zo wel een klein beetje wel in privézaak. En dat wil ik ook een klein beetje privé houden. Dan Dani, zou je mijn zoon eens succes willen wensen, kameraad, die zijn rechtszaak van slagen en verwondingen is nog altijd aan de gang. Ze willen mijn zoon een half jaar in persoon steken. Dani, ja. Daar kan ik niet intussen komen, dat heeft het gerecht helemaal in hun handen. Dus daar kan ik niet intussen komen en daar kom ik ook niet intussen. Dus het gerecht en nee. Dan probeer ik zoveel mogelijk mijn handjes vanaf te houden. Dan BRMT. Maar Atsaiko, Ilya is niet dood. Die ligt te vechten voor zijn leven. Even een kanaal aanmaken voor een goede kameraad van Atlofis. Sterkte te wensen is toch niet zo erg. Waar is uw medeleven voor uw naaste mensen? Ik heb heel veel respect. Enige steunbetuiging dat hem erdoor wel komt, dus bij deze. En dan Boef, Outside the Pins, van waar ken je Frank Molnar eigenlijk? Van Junk TV, eigenlijk vroeger van Game Power. Want ik heb er vroeger ook nog samen mee gewerkt, ook voor hun LAN-party een goede banen te leiden. En dat is ook goed gelukt. Ik denk dat ik daar zelfs foto's van heb. Ik ga eens even kijken op mijn Psycho TV website. Daar staat redelijk veel op. Ook qua foto's.
Zal ik eens gaan kijken. Ik had jullie een klein beetje laten zien, maar het is een klein beetje wel wazig, hè mensen. Dus dat was Junkong. Dat is Gino de Leeuw met zijn stand, dus op Junkong zelf. Dit zijn mijn beeldschermen van heel vroeger nog. Jullie zien die plaat ook hier zo staan. Kijk eens, hier achter mij, hier staat hem. Zo lang heb ik hem al. En dat is Mike Star 86 die met een Red Bull meisje op de foto wou. En dat is Clampoint. Dus daar werkte ik echt vroeger heel letterlijk samen met mijn vroegere teams. Ik had echt heel goede contacten mee. De Red Bull Blitzkiss. En dan de ganse Clampoint team met ook Totally Freaked. En mijn oude PC nog. Hier ook nog een keer. Ja, je ziet wel, hè. Ziet Junk. Gaan we ook Fred Mulder hier op de foto's zien? Ja, natuurlijk. Ik ben ze even aan het zoeken. Ah ja, dit is dus Ruby, de airbrusher. Wimpy. Hier staat de Xbox 360 stand. Ja. Het was wel een hele leuke LAN-party. Ik ben nu ook Fred Mulder aan het zoeken. Die zal wel direct tevoorschijn komen zeker. Ja, het was daar wel echt heel leuk. En dan zit hij daar, de Junk Mansion. Oh. Waar is die tijd toch? Waar is die tijd? Hier is ze, de Frank. En de Braga. Dit is zo van die dingen, dat wil ik ook wel eens doen, dus zoals in mijn vlog, zo steken, zo wat foto's, zo oudere beelden en al. Ik vind het wel eens leuk om het ook eens terug te doen. Dus vandaar heb ik eigenlijk, maar ook wel klemmetje stuk ervoor, heb ik Frank Mulder wel redelijk goed leren kennen en is echt ook een hele toffe kerel. Alleen jammer, één minpunt, dat hem van hier in België naar, Los Angeles is verhuisd. Ja! Nu moet ik naar Los Angeles gaan vliegen. Voor hem is nog eens gaan te ontmoeten. Dus bij deze, dan weten jullie dat. Dan gaan we terug verder met de Discord vragen. Dus boef, bij deze. Een heel uitgebreide thema heb ik gedaan voor jou. Jonas, waarvoor staat MR in MR-scan? En is zoveel stralingen wel goed voor je? Stralingen voor een lichaam is nooit goed. Maar MR-scan, waarvoor staat dat? Ik weet het ook niet. Dus ik ga het even voor jullie googlen. Magnetische resonatie. Dus ik ga het even laten voorlezen van Google. Maar dan ga ik wel even iets doen. Als het gaat lukken. Ik ga iets proberen, hè mensen. Dus ik ben zo terug. Zo, hier ben ik terug. Dan zal ik eens even de MR eens laten horen wat dat juist is. Google, ga je gang. Magnetic Resonance Imaging MRI, in het Nederlands soms aangeduid met kernspintomografie.
is een medische beeldvormingstechniek die wordt gebruikt voor het in kaart brengen van het lichaam en bepaalde lichaamsprocessen. MRI-scanners werken met een sterk magneetveld en radiogolven waarmee de organen in het lichaam zichtbaar kunnen worden gemaakt. Aan MRI komen geen röntgenstralen of ioniserende straling te pas. Waardoor het zich onderscheidt van CT of CAT en PET-scans, MRI wordt in de geneeskunde veel gebruikt voor het stellen van een diagnose. Het bepalen van het stadium van een ziekte en voor het opvolgen van patiënten zonder ze bloot te stellen aan gevaarlijke straling, vergeleken met CT-scans, duren MRI-scans vaak langer. Maken de scanners meer lawaai en moeten mensen in een veel nauwere ruimte liggen, dit wordt door sommige mensen als onprettig ervaren. De resolutie, scherpheid, van MRI-scans is hoger dan die van CT-scans, waardoor artsen een duidelijker beeld kunnen krijgen van eventueel letsel of ziekte binnen in het lichaam. MRI berust op het natuurkundige mechanisme van de Nuclear Magnetic Resonance, NMR, oftewel kernspinresonantie. Deze term is voor de medische beeldvorming in onbruik geraakt vanwege de onterechte associatie met kernreacties en radioactieve straling. Maar de afkorting NMR wordt verder in de exacte wetenschappen, natuurkunde, scheikunde, biochemie, wel normaal gebruikt voor onderzoek met kernspinresonantie. In België wordt de afkorting NMR nog wel gebruikt om MRI aan te duiden. De eerste die zich realiseerde dat met NMR beelden van levend weefsel konden worden gemaakt was begin 1970 de Amerikaanse biofysicus Raymond Damadian. Tegen 1977 kon hij een eerste enorm groot prototype laten zien, daarna ging de ontwikkeling snel en ieder jaar werden er verbeteringen in de beeldvorming en verwerking aangebracht. Zo, daar weten we dus nu om de kou weer al. Heel wat bedankt Google om dit even te verduidelijken. Mirakels zou je moeten weten, profeet Johannes. Dat was een reactie van Jonas. Dan Danny. Zou je eens mijn fitness willen komen gewicht heffen? Dat zou een leuke vlasje zijn. Dan moeten we eens afspreken. Dus dan moet je mij altijd voor e-mail. Dus als je mij wilt voor een afspraak wilt boeken, dan moet je even mailen naar info@cyclotv.be. info@cyclotv.be. En dan Danny van Hamel. Hoort je kaart nog? Nee. Olly. Op de site plaats je alle games die je op een LAN-party kan spelen. Kan je eens een voorbeeld geven van een game die je niet op een LAN-party kan spelen? Ja, je kunt eigenlijk alle games op een LAN-party spelen, dat weer wel. Maar bedoel, zoals de single-player games, ja, die kun je niet op een LAN-game spelen. Omhoog van, dat is maar voor één speler. En als je een competitie wilt doen, moet je al een spel hebben waar je met twee spelers kunt mee spelen. Minimum. Daarbij. En dan Boef, mocht je eigenlijk nog auto rijden als je de hele tijd twijfelt, kun je toch dodelijk ongeval veroorzaken? Ik mag het nog op korte afstanden, bij deze. BRNT, ja, B is erbij. Die houdt hem wakker, klopt. Dini, ben je kindjes aan het maken? Nee, Shilpi of Shalpi? Nee. Ik en Bea hebben sowieso al besloten, we hebben wel een kinderwens, maar die kinderwens gaan we niet laten vervullen, omwille van... Ja, hoe moet ik het zeggen? Wij kunnen het niet groot brengen, bij deze. Wij hebben daar het financiële dingen niet voor. En dan, shift happens. Een Minecraft server binnenkort? Misschien, als ik een sponsor vind bij deze. Doet Yuri P. de groeten van mij, Danny van Hamel. Bij deze is dat gebeurd.
Proofside Depends. Minecraft server is 7 euro per maand. Dat is 1 maal per maand niet naar Verano gaan. Valt eigenlijk goed mee. Dat is wel eigenlijk wel waar, waar Proofside Depends mij gelijk heeft. Maar, oh, die milkshakes daar van Verano, die zijn zo lekker. Oh, zo verslavend. Oh, ja. En dan Paul, 18 jaar, Pokémon Go. De fans vragen letterlijk elke al een hele maand lang voor eens een livestream of om eens te gamen met u. Maar je maakt nooit tijd voor ons. Als dat al te veel gevraagd is, kun je ook niet verwachten dat de mensen geabonneerd blijven op uw kanaal. Hey, makker, dat klopt, Paul. Ik ben een druk bezette mens, hè, Paul. Dan Jonas. Ik zag in... In een van je laatste video's dat Bea een pakket liet openen, waarvan je niet wist wat erin zat. Het is echter zeer gevaarlijk om pakket te openen waarvan je niet weet wat erin zit. Want dat kan zomaar een bompakket van een psycho fan zijn. Kun je hier rekening mee houden? Ja, maar Jonas, ik bestel regelmatig pakketjes uit China. Ja, en die komen regelmatig aan en dan weet ik niet meer van, oh, wat zat er weer in die pakketje van China? Oké. Is er al een update van de Minecraft server, Shift Happens? Nee, Stijn dan, vandaag. Hoe laat is het gamen? Dat vandaag gamen gedoe. We gaan wel eens gamen, mensen. Geduld. Dan Shift Happens. 7 euro per maand. Eet één milkshake minder en je hebt het. Wij maar kijken naar al uw content en uw geld binnen laten trekken. Nee, ik krijg nog altijd van YouTube nog altijd geen YouTube monies. Denk daaraan, mensen. Ik verdien nog geen rote, maar ook geen rote euro aan YouTube. En dan lachende kijker Exo, 7 euro per maand, dat moet mogelijk zijn, hè, Demi? Wel direct een nieuwe gsm en een milkshake wekelijks en dit en dat. Een beetje minder rijden en die benzine kopen gaat u veel helpen, vriend. Ja, maar ik wil ook content maken, maar dan moet ik ook op verplaatsing gaan. En ik ben nog iets op mijn achtergrond aan het vergeten. Voilà. Dan Tamara, ik geloof dat Dimi dat toch echt zelf moet weten hoe en wat hij doet. Hij heeft vaak zat uitgeleend, waardoor momenteel geen ganse games opgenomen worden. En waarom minder live chats zijn, respecteert dat. Hoe bedoel je vaak zat uitgelegd? Is Dimi altijd dronken? Dat shift happens. Drink Dimi? Nee, ik drink totaal niet. Dat wist ik niet. Misschien minder alcohol drinken, dat kost ook veel geld. Ik drink totaal al geen alcohol, shit happens. Dan Jonas, welke van de 10 geboden is je favoriet? Ik ken niks van 10 geboden. Welke van de 10 geboden heb je al overtreden? Dat weet ik niet. Wanneer psychobroeken doneren aan een Neriaans dorp? Ik heb geen psychobroeken. Bij deze. Oké. Dan gaan we over naar YouTube. Zelf de YouTube vragen. Dan gaan we zo door naar vlog nummer. Als dat nu nog eens even op pauze wil gaan staan, dan was ik al heel blij, dank u. Oei. Oké, 3 reacties op vlog 927. Anuspec, leuke intro, 5 maanden lang. Ja, ik moet nog wel eens. Als jullie kijken naar andere YouTube-kanalen aan ons werk, dan hebben die continu, maar ook echt continu, dezelfde intro. Die maken hun intro's niet om een regelmatige tijd, ze hebben geen nieuwe intro. Dus bij deze. Dries Govaert, andere intro graag, ook Trivia Pursuit is niet leuk. Ja, sorry, maar ik heb al zelfs nog de Trivia Pursuit vragen beantwoorden. Dat ga ik ook nog hier in deze stream doen. Wat is weer haar account name? Dat is ook een goeie. Dat hebben we dus ook
Dat is echt voorkomen in de vlog van gisteren. Maar ik zal het ook nog eens vandaag nog een keer zeggen voor jullie. Dat is het meest lachende meid 96. Dus, meest lachende meid 96. Het staat hier onderaan in de description. Ik ben zo terug. Zo, vanaf de vorige vlog staat het nu toevallig ook standaard in mijn schat, haar channel, YouTube kanaal of zo, staat in de beschrijving. Hier van onderaan heb ik net even automatisch laten toevoegen. Toppie! Oké, dan gaan we over naar vlog nummer 926. Daar zijn in totaal, even kijken, 10 reacties opgekomen. Mooie lamp. Ik zou bij Cordium gaan klagen dat er elektrocutiegevaar is. In mijn slaapkamer hangt nog zo'n lamp uit. Als je in een nieuwbouw komt, ja, dat is zo die stroom erover of zo, ziet die stroomkabels. Maar hier in mijn living is alles perfect. Ziet, hier hangen nergens geen stroomkabels boven. Toppie. Hier is Chrisje een nieuwe vlam en is dat een cyclebroek die ze aan had? Nee, Chris heeft geen nieuwe vlam en dat is geen cyclebroek dat ze aan had. Dan 1627, ik zou het gedeelte waar je moppen gaat tappen toch achterwege laten. Ze trekken op geen hol. Niet persoonlijk die niet, maar je bent meester in timelapse. Geen moppenmeester. Dankjewel, Icy. Welkom dat je zo eerlijk bent. Dan BRMT, het betere acteerwerk op het begin. Oké, BRMT, je zou wel een goede quizmasterke zijn. Dankjewel. Dr. Reusens, kun je geen quiz organiseren op tv? Misschien deze vlog eens laten zien aan 4, VTM enzovoort. Misschien wel. Als je zwolle kon, je mocht ook niet autorijden als je kunt wegvallen. Je kunt gewoon een ongeval veroorzaken zoals een houthalen. En potentieel een gezin uitmoorden. Ja, oké. Okay. Dan Dries Govaert. Verdien BHG een linkje naar haar kanaal in uw beschrijving. Ziet je ze niet zo graag als Eline? Jawel, ik zie ze doodgraag. Echt waar, mijn schat. Echt waar. Een schat van een meid, zei ik. En haar beschrijving staat nu wel in de comments. Sinds de vorige vlog. Dan Pater Pleun, 1 miljoen views is inderdaad niets als je al aan 100 geraakt. Dat klopt. Ik ben al blij als ik aan mijn 100 views al geraakt. Dankjewel alle kijkers die echt naar mijn vlog zitten te kijken. Dankjewel. Als je zo kon, je hebt wel altijd geld voor 2 milkshakes per dag. Dat is 7 euro per dag weggegooid, maar al wel geld van uw droogfans stelen en altijd zeggen dat je geen geld hebt. Die donatie wat op mijn website staat, staat op een aparte rekening. Bij deze. Dan gaan we door naar vlog nummer 925. Daar zijn in totaal 0 reacties opgekomen. Staat hij wel openbaar dan? Ja. Heel raar. Oké, nul reacties. Oké. Dan houdt het heel snel op. Oké, dan gaan we door naar vlog nummer 924. En daar zijn in totaal 6 reacties opgekomen. BRMT. Ik vind het spel Tittenval 2 nergens. Tittenval 2 nergens. Ik weet niet wat Tittenval is. Dan Anusbeck, 4.23, typisch Dini, random shit beloven, maar nooit doen. Waar is de link? Antwoord eens in de comments in plaats van 2 weken later in een fucking Q&A. Wat is dit voor communicatie? Nadir, bol, ben jij dat? Lol. Dan Kenneth Volders met zo'n mooie zonnebrilletjes, smileys. En dan
I Wreck You. Hey Dimi, zoek jij nog iemand die jou een beetje helpt met YouTube en met business voor uw YouTube-kanaal die een beetje verstand heeft van zoiets? Ja, je moet altijd mee mailen, dus ik heb er de oor bij geschreven. Stuur een e-mail naar info@cycletv.be. Dan gaan we door naar vlog nummer 923, dat is, daar zijn in totaal twee reacties op gekomen. Plotfest, livestream klinkt wel heel leuk, kan je mijn ontbannen op Discord, Plotfest 68, dat is al lang gebeurd. Dr. Reusens, livestream is goed. Oké, dan weet ik dat. En dan zitten we op vlog nummer 922, de vorige Q&A. Daar zijn in totaal ook weer al 6 reacties opgekomen. Welkom in het laatste stukje van mijn vlog. Ik doe nog altijd geen Q&A. Volgende stuk Q&A. Ik weet het. Ik was zo echt aan het twijfelen. Ga ik het toch doen? Q&A of geen Q&A? Bij de dieren had ik dus wel dan toch nog een Q&A dan gedaan. Dan Dr. Reuzes mag niet terug op Discord. Ja, Icy's welkom. Vindt dat er een nieuwe intro is na 5, 6, 7, 4, 8, 6, 4, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 7, 5, 4, 8 maanden. Dan is er die... Andere kant. Voilà. Daar is jullie tekening. Isolde Mangled Shots. Staat op de achtergrond. Ken het folders? Kijk maar. Achtergrond. Het hangt op zelfs. Leuke zangkunsten, Dimitri. Ja, dat was zo'n Reddit-link. Ik had jullie ook eens laten zien. Even kijken. Ja. Hier. Ik ga even de muziek dan weer als stil zetten, dan horen jullie het ook. Echt heel leuk. Dat is niet de officiële Reddit van mij, hè. Denk eraan, dit is een fake account. En nu ben ik daar nog aan proberen te zien te af te spelen, maar het lukt niet. Goeie materiaal. Ja, Reddit gedoe. Ik ga hem nog eens een keer laten laden. Nee, doe het niet. Ah, nu wel. Dus even kijken. Was het er weer al van me gemaakt, hebben we het al van mij. Oei. Oké, dan. Ja. Oké. Dankjewel. En dan staat iets te gebeuren. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. De Hype Gaming Community. Uw shit is geleakt. Probeer geen hype te maken rond een gewone vlog en kom eens wat met meer content. En dan Charlie van der AA First. Yay. Didi Forbet. Nee, you are dirty. Dan, sorry mensen. Ik ben zo terug. Ja, voor jullie is dat klik en ik ben al terug. Zo, ik ben terug. Ik ga even ook de muziek weer al op de achtergrond weer al aanzetten. Voilà, bij deze is dat gebeurd. Ik moet dus ook nog de Trivial Pursuit vragen dus, beantwoorden. Hier. Welk land kan je vertalen als zonsopgang? Japan. In welk programma belichten Stafke en Wafke het leven van de dieren? Daar had ik als gegeven als hint Catnet, dus Stafari. Welke tegensoort met tanden als sabels leefde in dezelfde periode als de wolharige mammoet? Sabeltandtijger. Welke makkelijkere tijdseenheid hebben we om 1440 minuten uit te drukken? Een dag. Een dag duurt dus 1440 minuten. Wauw. Welk verouderde codetaal maakte gebruik van puntjes en strepen? Dat was dus morsecode.
In welke sporttak werd Philippe Meyerhaarde wereldkampioen in 2003? Dat was dus via mountainbike. Welke Belgische stad noemt zich nogal zot naar een kleur? Dat is geel. Welke dapper cartoonhondje springt altijd in de bres van Muriel? Courage. Hoeveel ouder dan 100 jaar waren de kranige oudjes Victoria, Riquel, Marie de Druk, Flavie Moefaat en Bertha Klerhout? Eind 2003. 8. Hoe heten de supersnelle tonnen die je in 2003 op elke speelplaats kon terugvinden? Het is terug een hype aan het worden, heb ik de indruk. Dat zijn de Beyblades. Welke Belg vertoefde in het gezelschap van twee cosmonauten in de ruimte? Dat was dus Frank de Winnen. Welke editie van Trivial Pursuit kwam als eerst op de markt? Dat was Genus. Nu de nieuwe vragen zonder te antwoorden natuurlijk. Welke Canadese stad is de grootste Franstalige stad na Parijs? Welke Canadese stad is de grootste Franstalige stad na Parijs? Welke stripserie naast Draghi maakte Don Laurence wereldberoemd in België? Welk stripserie naast Trigi maakte Don Laurens wereldberoemd in België? Hoe heet de Bijbelse vaten van Cain en Abel? Welke verticaal transportmiddel voor passagiers plaatste auto's als eerste in New York in 1857? Welk verticaal transportmiddel voor passagiers plaatste auto's als eerste in New York in 1857. Welke man bestaat uit bevroren H2O? Welke man bestaat uit bevroren H2O? Welke kleur van skipiste is de moeilijkste? Welke kleur van skipiste is de moeilijkste? In welke taal betekent kuststreek Riviera? In welke taal betekent kuststreek Riviera? Wat eet Bugs Bunny het liefst? Wat eet Bugs Bunny het liefst? Waaruit bestond de onverwinnelijke armada? Waaruit bestond de onverwinnelijke armada? Welk dier dragen mannen om de hals? Welk dier dragen mannen om de hals? Wat doet Inox niet dat gewoon ijzer wel doet? Wat doet Inox niet dat gewoon ijzer wel doet? Tegen wie zou Kim Kleisters tijdens de Hopman Cup haar zogenaamde love game spelen? Tegen wie zou Kim Kleisters tijdens de Hopman Cup haar zogenaamde love game spelen? Ik zou zeggen, veel succes. Ik ga nu deze Trivial Pursuit vragen wat ik hier dus al heb gesteld. Ik ga het nog op mijn website ingeven. En die antwoorden kun je dus daar terug dan opvinden. Op www.cycletv.be ga ik eens regelmatig dus daar een postje over maken met al de vragen en antwoorden er al rechtstreeks erbij. Dus deze kunt u nu terug al vinden op www.cycletv.be, behalve natuurlijk deze twee niet. Toppie. Allee, salutjes en ik zal zeggen tot de volgende fragment. Ik kan je wel één ding zeggen. Sorry dat het al een heel grote vlog aan het worden is. Hallo, kijk eens. Ik ben nog eens even naar Verano IJsselon gegaan. Jawel, jullie kunnen het raden. Voor de milkshake. Kijk eens wie hier ook bij is. Hallo. We gaan het nog eens even voor haar vlog. Dus het lachende meid of meisje. Nee, meid. Meid, 96. Nee, het meest lachende meid, 96. Oké, dat is haar channel. Dat staat ook in de beschrijving. Dus als je naar haar channel wilt gaan, staat in de beschrijving. Toppie, hè? Ik heb het erin gezet.
schat. Dank je. Eindelijk. Ja, echt wel. En ik moet het nog even iets melden van Verano Eissalon. Ik zeg het, je kunt hier ook altijd kerstdecoratie al komen kopen. En ik zeg het, als je hier aankomt gereden, je ziet het ook al op ver. Zijn huis is eindelijk verlicht met kerstverlichtingen. Zo dat cute. Ja, dat is waar, dat is mooi. Mm-hmm. Zijn veranda is ook al helemaal omgetoverd tot kerstsfeer. Dat is ook al heel mooi. Moet je maar eens voor een keer maar eens meekomen. Ja, ik heb dat nog niet gezien. Nee, dat is echt al heel uitgebreid hoor. Dan wil ik ook nog even waarschuwen. Elke dinsdag vanaf september, elke dinsdag is Verano. Oké. Okay. Hebben jullie dat ook gehoord? Was iemand aan het tuten? Dus elke dinsdag vanaf september is Verano Eissalon gesloten. Yes. Dus bij deze weten jullie dat, dus we gaan nu verder. Yo mensen, ik ga nu even ook over Discord praten, dus wat ook in BH vlog is terechtgekomen, klopt hè? Ja. Dus als jullie continu blijven zeggen over livestreams dit, livestreams dat, willen jullie samen gamen met dit dat, mijn PC is niet meer gemaakt om te gamen. Ik ga het jullie duidelijk maken, omwille van, mijn PC is gewoon te oud, dus wat jullie spelletjes vragen, bijvoorbeeld, kom je met GTA 5 spelen ofzo? Of Minecraft. Of Minecraft, mijn PC kan dat niet meer aan. Mijn PC is te oud, en ik heb nu, vandaag ben ik naar MediaMarkt gegaan, ja, ik heb mijn ogen, joef, wagenwijd open zijn daar gesprongen, en een game PC... €2.300. En dan nog een nieuwe vlogcamera om beter kwaliteit te leveren. Kost nog een keer €400. Dus dat zijn niet kleine bedragen. En ik heb momenteel 0,0 inkomsten via YouTube, via mijn website. Noem maar op. Nergens komt er geld binnen, alleen maar via de donaties. En daar heb ik nog maar €80 van. Dus, nee, 81 staat er op de website. €81. Dus voor de gamen en al, heb daar geduld mee. Het gaat wel ooit eens komen dat ik ook met jullie samen ga gamen. Dat gaat sowieso komen. Maar geef me alsjeblieft tijd ook om te sparen, om dingen te doen voor geld binnen te krijgen. Voor rapper aan het materiaal te kunnen geraken, zo gelijk de gaming PC. Met die gaming PC kan ik dan ook wel renderen. Dan kan, en dan ook nog eens een nieuwe vlogcamera voor nog een betere kwaliteit af te leveren. Ik ga ook nog proberen bij mijn ouders te vragen ook voor een nieuwe gsm. Dus, schatje. Voor mijn verjaardag, ja. Of voor mijn kerst. Ik heb nog een vraagje. Ja. En dan mogen de kijkers horen, want daar ben ik heel benieuwd naar. Oké, okay, ik ga wel even dit hier zo even. Ja, kom terug. Ja, zeg maar, sta maar. Waarom zeg je dan tegen de kijkers gisteren, dus op Discord, dat je wel ging gamen? Weet je, waarom ik dat zei, van dat ik wel vandaag ging gamen, dat is gewoon om het gezaag af te zijn. Ja, maar nu heb je dus het gezeur dat jij een leugenaar bent omdat jij het niet gedaan hebt. Ik weet het, en mijn excuus is daar ook voor, want ik had nooit verwacht dat ik tot 2:50 ging doorslapen namiddags. Want ik was wel redelijk laat wakker geworden deze keer. Ja, en ik heb u nogthans in de voormiddag een paar keer wakker gebeld. Gaat waarschijnlijk toen Peter opgestaan. Ja. En dan zie je wat de medicatie doet met mij. Ja. Dat houdt me echt in slaap. Echt waar, dat houdt me echt in slaap. En dat is wat Psycho TV eigenlijk nu ook nodig heeft. Rust. Laat mij het even zeggen. Oké. Okay. Psycho TV heeft even rust nodig, omdat hij eigenlijk ziek is. En wat jullie niet kunnen, is hem verbieden om niet te rusten. Rust is met ziek zijn echt nodig. En ja, weet je, de... De symptomen die hij heeft en wat er uit het onderzoek is gebleken,
dat is niet niks. En de meeste kijkers die denken van ja, dat is heel erg voor hem. Maar er zijn ook kijkers bij die alleen maar dingen met Psycho TV willen doen. En soms is dat te veel gevraagd als je ziek bent. Want ik ga sowieso zeggen toen, ik ga ook echt heel eerlijk zijn naar mijn schat uit toe. Toen ik terjuist vertrekte naar haar toe. Ik ben nu al terug opnieuw pomp af. En dan moet ik zelfs nog met jullie gamen. Dat brengt weer wat vermoeidheid en stress weer op naar boven toe. Waardoor dat ik nog sneller vermoeid ga en nog opnieuw nog langer misschien ga uitleggen. Ik ga je ook nog eerlijk zeggen, ik ben mijn eigen momenteel niet. Ik wil mijn eigen terug zijn. Ik wil proberen mijn eigen terug te vinden. En dat is momenteel een hele grote zoektocht daarnaartoe. Omwille van, ik ben moe, ik wil terug de energie hebben, ook om terug te kunnen gaan werken en al, dus daarbij. En wat zei ik u net ook in de auto, toen dat wij nog niet aan het vloggen waren, dat ik eigenlijk een stukje van jou mis. Ah ja. Dat heb ik toch gezegd, hè? Toen we hier naar onze punt komen, ook om dat keer wat naar Enzo Knol te kijken of naar Stuk TV te kijken op mijn gsm, Had mijn schat dus gezegd op deze straat, ja, zeg het ook maar eens tegen mijn kijkers. Dat ik hem wel mis. Op welke vlak? Ah nee, dat was bij de Jurgen. Nee, dat was nog eens, ja. Bij Jurgen, jawel, ja, op de Jurgenstraat. Ja. Dat ik hem eigenlijk mis, ook gewoon omdat ik merk dat hij zichzelf niet is en ja. Ik mis dat. Ik mis een aanraking ook vaak, want hij raakt me bijna niet meer aan. Ook niet als we samen liggen op bed. Dan probeert hij soms wat te knuffelen, maar dan lukt het hem gewoon niet. Hoe goed ik het ook probeer. Sorry, dan moet het eigenlijk in een dev-vorm zijn. Hoe goed ik het ook probeer. Mijn schat heeft het ook misschien ook wel gemerkt dat ik ook s'nachts zo wat opsta, dat ik gewoon aan het raam zit te staren. Dat is mij nog niet opgevallen, maar het is mij wel opgevallen dat jij gewoon s'nachts uit je bed gaat. En dat ik dan terug in slaap val en dan denk ik van ja, hij komt zo wel terug. Iets daarna word ik terug wakker en hij ligt nog niet naast me. Nee, en dan denk ik in mijn eigen van, oh my god, schat, kom naast me liggen. Ja. En zo ben ik ook de laatste keer. Waar zat ik? Ik zat op de grond. Naar buiten gewoon te kijken. En mijn schatje is gewoon dan afgekomen. Kom, we gaan terug naar bed toe. Is mij naar een bed terug gesleurd. En al voor nog eens te kunnen verder te slapen. Maar ik zat gewoon echt naar buiten te staren. Dat was 's avonds. Dat was nog niet... Oké, 's avonds. Dat was nog niet in de nacht. Dat was gewoon 's avonds wanneer we gewoon gaan slapen. En jij ging in één keer terug weg en toen ben ik u achterna gevolgd. En toen hebben we gepraat en toen zijn we terug naar de slaapkamer gegaan. Dat is wel waar. Zo is het gegaan. En wat ik ook de laatste tijd ook doe, is zo bijvoorbeeld als ik echt s'nachts wakker word. Ik tokkel niet op mijn gsm. Ik ga dan gewoon naar de woonkamer toe. Het gaat heel raar klinken. Dan leg ik 5 tot 6 games van patience doe ik dan, met kaarten. Patience kent je toch wel, hè? Ja, dat is toch met zo gewoon kaarten waar je de koning en zo in hebt. Ja, dus koning, dus dat je alles eigenlijk bij de klaver kunt trekken, bij de schoppers, hartes bij de hartes en de koekjes bij de koekjes komt. Dat heb ik nog nooit zo met de eigen kaartenspel gespeeld, maar wel op computer. Mm-hmm. Dus als je een aas hebt, die mocht dan heel van boven leggen, dan moet je bijvoorbeeld de koeken 2 proberen te vinden. Dan kun je op die koeken aas dan leggen, dan de koeken 3, op de koeken 2, koeken 4, op de koeken 3, noem maar op. Dus jullie kennen wel per chance. Dan moet ik niet verder gaan uitleggen, mensen. Dus bij deze. Ik ben ook wel heel blij dat ik nu deze vlog ga afsluiten, want het gaat een redelijk lange vlog zijn, misschien van een uur. Sorry daarvoor, maar misschien is het iets minder dan een uur. Sorry ervoor dat het zo lang is geworden. Oei, ze keek zo boos. Ah, ze lacht.
Sorry. Oké dan. Nee, dus mensen, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online is gekomen. En ik hoop echt elke abonnee en elke fan die naar mijn video's zit te kijken, dat die van begin tot het einde uitkijkt. Want dit geeft mij kijkuren. Dit geeft me ook snellere inkomsten naar YouTube toe. Waardoor dat ik sneller met jullie nog wel betere interacties kan gaan doen dan. Bij deze. Plus, dan zou hij ook, als hij die game PC heeft, ook met jullie kunnen gamen. Dat ook. En als ik mijn eigen merchandising eindelijk op de markt ga brengen, dan kan ik, en als dat goed begint te verkopen en al, dan kan ik misschien wel ook eens zeggen van, ja, ik ga mijn job opgeven en ik ga voor echt helemaal voor mijn eigen beginnen te werken, zoals ik in zo knol. En wat de meeste YouTubers doen. Goed. Bij deze ga ik het dus nu echt ermee stoppen met de vlog. Ik zie jullie allemaal morgen weer. Tot morgen. Ciao.